Ja, project Innova 58, dat is eigenlijk de wegverbreding van Eindhoven-Tilburg en Annemarskalder. En zoals de naam al zegt, zit er ook een grote innovatieopgave bij. Op het project Innovatiestrook Kloosters bouwen we in- en uitvoegstroken om innovaties in de wegenbouw 2 jaar lang te testen. Dit doen we op basis van zero emissie. Ja, duurzaamheid is voor Rijkswaterstaat heel belangrijk. We hebben de ambitie om in 2030 circulair en energie-neutraal te werken. Nou, om die ambitie invulling te kunnen geven, doen we dat samen met marktpartijen. En hier op de innovatiestrook beginnen we daarmee om zo min mogelijk CO2-uitstoot. We bereiken de zero-emissie op dit project met de inzet van elektrische machines en voertuigen. De gebroeders van Kessel zetten hier een aantal materieelstukken in, een rupskraan en een mobiele kraan, die helemaal elektrisch zijn en die moeten geladen worden. Greener levert daarvoor een batterij, zodat er altijd voldoende stroom is om zowel tijdens de schaft als in de nachten die materieelstukken op te laden. Omdat we op dit project alleen een lichte bouwaansluiting hebben, is er een batterij nodig om meerdere machines tegelijk op te kunnen laden. En daarom hebben we voor Greener gekozen. Wat er wel is, is een 3x63 ampère netaansluiting. En de batterij fungeert eigenlijk als peak shaver op die netaansluiting. Nou, dat betekent dat de batterij eigenlijk maximaal 63 ampère uit het net pakt en zichzelf zo altijd vollaat. En alle stroom daarboven, bijvoorbeeld als we met 200 ampère deze materieelstukken gaan laden, levert de batterij dan. Ja, we zien eigenlijk nu een enorme versnelling in dat elektrisch materieel. Heel veel grote materieelstukken worden elektrisch. Dat moet allemaal geladen worden. En steeds vaker zien we dat de batterij dan eigenlijk het middelpunt is van de energievoorziening op zo'n bouwplaats. Hier laden we met het net, maar je kan dan bijvoorbeeld ook de batterij laden met een combinatie van zon of wind op locatie, waterstof en een combinatie met een netaansluiting. De batterij stuurt dat allemaal aan en zo heb je eigenlijk voor het laden van het materieel altijd de ideale energiemix. Gebroeders van Kessel is heel blij met de samenwerking en de inzet van Greener op dit project.